Welkom bij het COVID-journaal voor vandaag, vrijdag 26 februari. In deze editie van het COVID-19-journaal vervolgen wij onze tour langs diverse zorginstellingen. In navolging van het AZP en het regionaal ziekenhuis Wanica was het vandaag de beurt aan zorgverleners in het diaconessenhuis om hun eerste COVID-19-prikje te krijgen. Directeur Edward van Eer van het Diaconessenhuis was eerder vandaag de gastheer van onze gezondheidsminister Amar Ramadien, die eerder deze week als eerste werd gevaccineerd tegen COVID-19. Vandaag worden in het Diaconessenhuis 22 frontliners gevaccineerd tegen het COVID-virus. Voor mij persoonlijk is het natuurlijk bijzonder, omdat we meedoen aan de preventie van COVID. Vaccinatie is preventie, voorkomen dat ziektes zich verder verspreiden. En ik denk dat in deze situatie, in deze moeilijke COVID-situatie, het heel belangrijk is om te kunnen voorkomen dat de ziekte zich verder uitbreidt. Ik wil ze oproepen om te kijken naar het nut van vaccinatie in de geschiedenis, in het verleden. Er zijn zoveel ziekten uitgeroeid, onder controle gebracht door vaccineren. En inderdaad, er zijn altijd wel tegenstanders van vaccinatie geweest. Om allerlei redenen, om geloofsovertuigingen, om andere wetenschappelijke redenen. Maar wat ik nu zie, is dat er een grote groep om subjectieve redenen weigert om dat vaccin te nemen. En dat keur ik af. Maar nogmaals, iedereen heeft het recht om te weigeren. Het punt is wel dat in het land je een bepaald percentage gevaccineerden moet hebben om een groter succes te hebben wanneer je doelt op het uitroeien van die ziekte. Ik denk dat iedereen, gezondheidswerkers en niet-gezondheidswerkers, zich bewust moet zijn van de kracht van vaccineren. Ik ben gezondheidswerker en ik zou ieder stimuleren. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat altijd in de wetenschap er soms fouten gemaakt kunnen worden, maar daar kunnen we niet van uitgaan. Laten we ervan uitgaan dat dit vaccin, dat deze vaccinatiecampagne, net als tientallen voorgaande vaccinatiecampagnes, zal helpen om ons weer een normaal leven te laten leiden. Na het Diaconessenhuis volgen zorginstellingen Slans Hospitaal, Sint-Vincentius Ziekenhuis en de regionale gezondheidsdienst. We brachten vandaag een bezoek aan de regionale gezondheidsdienst waar vandaag de eerste zorgverlener werd gevaccineerd. De waarnemend directeur van het BOG, Rajesh Ori, geeft in zijn speech de stand van zaken met betrekking tot het vaccin. Ook uitte hij zijn tevredenheid bij de aanpak van de COVID-19-pandemie in Suriname tussen de RGD en het BOG. Dat we praten over vaccinatie, ik heb vanmorgen was er toevallig een Zoom-meeting, waar is aangegeven dat we vandaag zijn op de 81ste dag. Dat we zijn begonnen met vaccineren in de wereld en we zijn nu pas op 221 miljoen doses. Het gaat nog een beetje tijdje duren voordat we een hoog percentage personen hebben kunnen vaccineren, niet alleen hier, maar overal.
Voor ons is belangrijk, een heleboel mensen smachten naar een nieuw normaal. Een nieuw normaal gaan we niet krijgen, zolang een hoog percentage van ons niet is gevaccineerd. Als we kijken naar vaccinatiedata van ons, zien we dat bij de meeste vaccinaties wel boven de 80% liggen. Laten we hopen dat ook met COVID we een hoog percentage halen, want als we naar een nieuw normaal willen gaan, moeten we zeker een hoog percentage halen. COVID is er, COVID gaat nog niet weg. Wat de samenwerking betreft met de RGD, we hebben met de RGD in de frontlinie gestaan, omdat wij, eerlijk gezegd, biologie, RGD wordt niet makkelijk genoemd als men praat over COVID management, case management. Maar ik zou vragen om een applaus voor de RGD en het biologie. Want wij hebben dag en nacht, zowel het biologie als de RGD, dag en nacht patiënten opgehaald. We kennen de situatie nog in de begindagen hoe het was. De hele avond de patiënten hier en daar ophalen. RGD, aantal ambulances van de RGD zijn ook eraan gegaan. En we gaan door. En we moeten nog doorgaan. Het gaat nog een tijdje duren. Ik zou zeggen, RGD'ers houdt vol. En ik hoop dat jullie allemaal gevaccineerd worden. Ook de directeur van Volksgezondheid, Dr. Rakesh Gayadar Sukul, vroeg extra aandacht voor de zorgverleners. In principe is deze kick-off speciaal voor de frontliners. En we moeten onderkennen de moeite en het werk dat ze verricht hebben om de samenleving te dienen en te behoeden van zo min mogelijk nadeel. Want COVID die heeft ons sowieso een heleboel nadeel bezorgd. We hebben 170 doden minimaal en we hebben een heleboel mensen gehad die ook niet optimaal van de zorg gebruik konden maken. En definitief heb je ook doden gehad als gevolg daarvan. Dus dank aan de frontliners, omdat ze ervoor gezorgd hebben dat de schade minimaal is gebleven. Maar er is schade. We smachten allemaal naar een stukje normalisatie. En dit is het begin in principe. Want we zijn nu bezig mensen actief te immuniseren. Actief weerstand te laten opbouwen tegen een virus. En dat is op een kunstmatige manier, vaccin. En als je dat op een natuurlijke manier zou laten plaatsvinden, dan we hebben pieken gehad van meer dan 100 personen per dag. Als dat zo zou doorgaan op een natuurlijke manier, want je gaat niet oneindig door kunnen gaan met lockdowns. Dan gaan die mensen dood van niet eten. Een voorbeeld geef ik maar. Je gaat het wel kunnen volhouden. Je gaat ook een lockdown kunnen invoeren, daarna weer even verslappen. Maar als we vanuit gaan van 100 besmettingen per dag, dan hebben we in een jaar 30.000. Dan halen we pas de helft van de bevolking na 10 jaar. Wat gebeurt er? Minimaal 2% kan je rekenen als sterftecijfer. In die 10 jaar hebben we dan 6.000 mensen verloren alleen aan COVID. Dan praten we nog niet over de mensen die doodgaan omdat de zorg eigenlijk overbelast is, in elkaar geklapt is. We praten niet eens daarover. Dus dit is zeker een heugelijk feit. Dat we vandaag kunnen beginnen met, zoals dokter Vreden het zei bij de eerste dag, het einde van de situatie. Want ik zou zeggen het einde van COVID-19, want dat weten we niet. Dat moet de praktijk ons uitwijzen. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan, sprak ook een woord van dank uit richting de zorgverleners en gaf ook aan dat het Johnson & Johnson vaccin binnenkort ook te verwachten zal zijn in Suriname. Ja, vandaag hebben wij uiteraard een kick-off hier. Ik ben gisteren persoonlijk uitgenodigd door de directeur. Ik vond het toch wel belangrijk dat ik ook hier aanwezig ben, samen met mijn staf en het team, COVID-vaccin-team. We hebben vanmorgen de kick-off gehad bij Diakonesse ziekenhuis. En dat is dus tweede lijn. Wat heel belangrijk en wat dit moment heel belangrijk maakt, is dat we de kick-off geven in de eerste lijn. En dat is het grote verschil en daarom ben ik ook hier speciaal aanwezig om die kick-off in de eerste lijn. Zoals u weet ben ik een eerste lijner geweest voor ik minister werd. Dus ik vind het heel belangrijk dat de eerste lijn dezelfde aandacht kreeg als de tweede lijn.
En waarom ik het ook heel belangrijk vind dat de RGD vandaag ook die aandacht kreeg, is omdat de RGD een belangrijke rol gaat vervullen wanneer we de grote populatie gaan vaccineren. Dus de ziekenhuizen blijven uiteraard vaccineren, maar we gaan erg veel rekenen op de input van de RGD, de medische zending en enkele particuliere praktijken, denk ik, die ook de grote populatie dan moeten bereiken. Dus ik ben erg benieuwd naar jullie opzet. Ik ben erg benieuwd hoe dit alles is gegaan. Het traject, ben al geïnformeerd dat alles oké is. En ik verwacht ook niet anders. Maar ik weet dat de RGD een hele belangrijke rol gaat spelen. Dus u krijgt zeker de nodige ondersteuning in dit traject. En ik ben blij dat we vandaag hier van start kunnen gaan met de vaccinatie. We hebben gemerkt ook vanuit het beleid dat de RGD ook financiële schade heeft geleden en dat er ook tekorten zijn ontstaan. We proberen uiteraard binnen onze mogelijkheden zoveel als mogelijk te doen voor de RGD. Dus u zult de nodige ondersteuning krijgen, dat kan ik u garanderen. U hebt het gezegd, 214 miljoen shots volgens mij aangegeven. Ik lees net een artikel dat 11 maart mogelijk Johnson & Johnson door de FDA en de EMA worden goedgekeurd, of althans gedragen worden ter goedkeuring. En ook Johnson & Johnson staat in ons plan als een van de potentiële vaccins die naar Suriname kan komen. En het voordeel daarvan is dat je maar één prikje hoeft. Ik maak hier geen reclame, maar ik zeg alleen, het zijn mogelijkheden die wij ook bekijken om zoveel mogelijk aan vaccins te hebben. Het gaat om die bescherming. Het maakt eigenlijk niet uit, zolang het goedgekeurd is en de mogelijkheid bestaat dat we het kunnen hebben in Suriname, dan zullen we het ook proberen te halen. In dat kader mag ik hier bekendmaken dat mogelijk maandagavond de bevestiging is onderweg, maar dat we mogelijk maandagavond onze beloofde donatie uit India van 50.000 doses in Suriname binnen hebben en dat wij dan gewoon zo kunnen doorgaan. Nu zijn we dus beland bij het station vaccinatie. Dus hier worden de prikjes dan toegediend. En na dat prikje wordt de persoon dan geobserveerd. Dat is in een andere locatie dus. Een andere kamer. Als ze is gevaccineerd, gaat ze naar de observatieruimte. Het is voor mijn bescherming, toch? Weet je, het is voor mijn eigen bescherming, toch? En niet alleen voor mij, voor mijn gezin ook, toch? Dat heb ik altijd gezegd, toch? Voor mijn gezin, mijn kinderen. Nee, ik heb altijd gezegd, ik heb net ook gezegd, kijk, we hebben communicatietrainingen gedaan. Ik zeg altijd, de keus ligt bij de persoon zelf, toch? Als je wil gevaccineerd worden. Maar maak je keus op basis van de juiste informatie. Zet alles in een balans, put alles aan de balans. Dan je lukusa ipsa, de voordelen, nadelen. En dan maak je daar op basis daarvan je keus.
Dus mensen, let op de informatiebronnen die jullie krijgen, bijvoorbeeld. Minowantak social media, maar je snapt dat aan altijd true informatie dragen. Code eerlijk. Dus let op de bronnen, biologiebronnen, volksgezondheid op bronnen, let daarop. Je kan gewoon naar de healthcare workers toe. Nee, ik kan informatie dragen. Op basis daarvan moet je een keus maken. En dat moeten we respecteren. Simpel. Er wordt helemaal geen geheim van gemaakt dat net als bij andere vaccinaties ook het COVID-vaccin bij de een wat meer bijwerking heeft dan bij de ander. Een zorgwerker die eerder deze week een COVID-19 vaccinatie kreeg, vertelt waarom bij hem de bijverschijnselen zijn opgetreden. Nou, als ik mijn ervaring mag meedelen, nadat ik ben gevaccineerd was ik gewoon normaal. Ik heb ook gegeten, ik heb gedronken, ik ben gewoon lekker boodschappen gaan halen. Maar ik ben rond tegen 10 uur in de avond ben ik gaan slapen en rond tegen 1 uur kreeg ik koude rillingen. Ik werd een beetje warm. Ik dacht van ja, het hoort erbij. Ik ben wel opgestaan. Ik heb paracetamol gedronken. Maar rond tegen 4 uur begon het echt een beetje nog erger te worden. Een beetje, de koorts begon een beetje dan te gaan stijgen. En in de ochtenduren was het just the same. Ik heb ook paracetamol ook gedronken. Maar het nadelige bij mij is, ik mag het wel toegeven dat ik heel weinig vocht had ingenomen. Ik had heel weinig gedronken. En normaliter als je een behoorlijke koorts hebt, moet je heel veel drinken. En dat heb ik juist niet gedaan. En ik voelde ook een beetje, mijn lichaam deed me echt pijn. En ik had barstende hoofdpijn. En uiteindelijk rond tegen 2 uur, 3 uur in de middag kon ik de pijn niet verdragen. Dus ik dacht van, ik ga toch even naar de spoedeisende hulp. En ik ben hier gekomen en ze hebben me geobserveerd. Ik kreeg een infusie, heb ik gekregen, een snelle vulling. Koude lappen heb ik gekregen en wat paracetamol. En na een uurtje was ik weer hetzelfde. En u ziet dat, ik zit nog hier, springlevend. Ik ben in de eerste groep van de eerste 20 mensen gevaccineerd. En mijn ervaring is dat ik dus die dag van vaccinatie had ik, voelde ik me goed. Om 8:30 in de avond kreeg ik dus al koude rillingen. Ik heb barstende hoofdpijn gehad en wat lichaamspijnen. En rond 1 uur in de ochtend heb ik dus gebraakt. Ik heb 3 keren, dus 1 uur en 3 uur in de ochtend en 5 uur. Ik had dus geen paracetamol ingenomen omdat ik dus flink had gebraakt. Alles wat ik at en dronk, geef ik weer over. En 's morgens ben ik dus gewoon opgestaan. Ik kon de hele avond niet slapen. Ik heb mijn dochtertje nog klaargemaakt en dan dus aan het werk terechtgekomen. Ik had dagdienst, dus ik ben me op de SIH begeven. Ik heb me aangemeld. Ik ben toen naar de personeelspolie gegaan en van hieruit moest ik een lijst maken. Hier ben ik ter observatie gehouden 4 uur. Ik had een primperan medicatie en dan, na 4 uur ben ik dan eigenlijk naar huis. Ik heb 2 zieke dagen gehad, maar dus nu ben ik weer mezelf. Ik ben als eerst gevaccineerd eigenlijk bij de kick-off. Daar ben ik gevaccineerd en ik heb geen klachten gehad. Dan een beetje pijn aan mijn linkerschouder waar ik geprikt ben. Voor de rest heb ik geen klachten gehad. Ik heb gewoon niets gevoeld. Ik was gewoon normaal als hoe ik was. Als hoe ik altijd ben, dat ieder zijn lichaam verschilt. Het hangt van mens tot mens af. Ik ben anders. Ik weet niet hoe het bij anderen. Mijn collega is anders. Bij hem heeft het anders gereageerd. Maar bij mij niet. Als medicus weet je waarvoor een vaccin is. Maar er zijn altijd bijwerkingen. En als mens weet je niet hoe je gaat reageren op het vaccin. Dus daarvoor was die zenuwachtigheid en niet om andere dingen, dat ik dood zou gaan of zo. Nee, absoluut niet. Een licht gevoel in het hoofd. Eigenlijk bijna net wanneer je een jogo hebt gedronken. Precies zo voelde ik me. Ik begon ook veel te lachen, maar ik dacht dat het gewoon vanwege die spanning was. En de volgende ochtend toen ik opstond, had ik wat een lichte pijn op mijn arm. Maar ik kon mijn arm verder goed bewegen. In elk geval heb ik gewoon gewerkt en gefunctioneerd de volgende dag. Ja, ik weet dat we ons moeten focussen op dat soort mensen, maar in elk geval is het belangrijk te weten dat als er een vaccin wordt gegeven, dat niet iedereen hetzelfde reageert op het vaccin. Ik heb misschien milde klachten, maar ik heb personeelsleden gehad die toch wel meer klachten hebben gehad, waardoor ze dus wel ziek moesten melden. Water, dan zouden die klachten niet ontstaan bij hun. Dat is 1. Vitamine B12 was ook 1 van de dingen die ze genoemd hebben. Vitamine B12 heeft een rode kleur.
En ik ben met de heldere vloeistof ingespoten. En ik heb eerder ook al vitamine B12 gehad. Dus ik weet wat het is om vitamine B12 te krijgen. Dus mensen, het is niet nodig om fake berichten te verspreiden. We hebben echt het vaccin gehad. En de bijwerkingen zijn bij verschillende mensen ook verschillend geweest. Dus, nou kijk, er zijn een heleboel manieren om te prikken. Zoals we weten is COVID niet overdraagbaar via de hand. Je moet, het is via druppels. Het feit dat je al een mondkap aan hebt is in principe voldoende. En degene die je gaat vaccineren is op dat moment geen COVID-suspect. Er wordt gescreend voordat je wordt gevaccineerd. Je temperatuur wordt gemeten, er worden vragen gesteld. Dus die COVID-screening vindt sowieso daarvoor plaats. Dus waarom zou je een heleboel PPE moeten dragen om iemand te vaccineren? Dus, ik ken ook wel landen waar ze full PPE dragen. Maar dat is hun uitgangspunt. En waarom moeten wij daaraan voldoen terwijl we weten dat het geen zin heeft om al die dingen te dragen? Dus, ik zou zeggen, degene die al gevaccineerd zijn, deel zoveel mogelijk je ervaring binnen je directe omgeving. Als we met z'n allen elk één persoon kunnen overtuigen om te gaan vaccineren, zijn we binnen no time, hebben we heel Suriname gevaccineerd. Ik zou me nu niet gaan focussen op mensen die er niet in geloven. Ik zou me gaan focussen op mensen die twijfels hebben. Die zijn makkelijker te overhalen. En naarmate men gaat zien dat de meeste mensen gevaccineerd zijn, gaan de meeste mensen die niet erin geloven, denk ik, ook over de drempel gaan. Nou, ik zou de mensen toch willen adviseren om toch hun vaccinatie te komen halen. Het moet eigenlijk niet een demotivatie zijn voor hun. Omdat, kijk, elke vaccinatie die je krijgt, heeft bijwerkingen. En het hangt ook van je lichaam aan, van hoe reageert je lichaam aan de vaccinatie. En ik inderdaad, ik had ook de hele tijd gewerkt, ik had ook geen rust. Dus het kan zijn dat ik ook mijn weerstand ook een beetje laag was, vandaar dat ik die klachten heb gekregen. Maar ik was wel voorbereid op mijn klachten sowieso. Dus ik zou degene dan toch willen adviseren om toch hun prikje te komen halen. Er zijn sowieso bijwerkingen die we kunnen verwachten. Maar het hoeft niet bij een ieder te zijn. Want wat ik heb gekregen, bepaalde van mijn collega's waarbij ik heb nagevraagd, ze hebben niks gevoeld. Alleen een beetje pijn en een beetje spierpijn. En het was vrijwel over. Voor het nemen van de vaccinaties is het belangrijk voldoende te drinken en een evenwichtig voedingspatroon te volgen. Anders is het vragen om bijwerkingen zoals die net naar voren zijn gebracht door de gevaccineerde frontliners. Mocht u nog klachten hebben na te zijn gevaccineerd, maak dan contact op met je huisarts. Met deze informatie hebben wij het gehad voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. We zien elkaar weer maandag bij een andere aflevering. Tot dan!